Talks with Charlie was popping with the population. Smell like money, so we definitely gonna make some. I'm back, ik ben terug. Even een pauze genomen. Het was even exhausted. Ik ben nog steeds tevreden met mijn accomplishment, met wat ik heb bereikt. Zoals mijn volgende gast heeft gezegd, in 3 jaar tijd heb ik wel veel mensen kunnen uitnodigen. Er zijn zelfs alle foto's. Dus ik ben nog steeds tevreden. We zijn nog steeds op Riverside Studio. En alsjeblieft, vergeet niet te abonneren als jij het nog niet hebt gedaan. Talks with Charlie, ik apprecieer jullie allemaal. En ik apprecieer alle gasten die komen. En ik apprecieer u ook voor langs te komen. Dat is een gast. Hij is een gast. Bezoek op Riverside. Hij kent Riverside trouwens. Jeugdvriend van mij. Het is een eer om hem vandaag te kunnen interviewen. Waarom? Want ik ben van Linkeroever. Ik ben van Congo naar Linkeroever gekomen en vrienden gemaakt. Allerlei mensen leren kennen en deze gast was een van de gasten die ik heb leren kennen toen ik jong was. En hij is een voetballer geworden, profvoetballer. En daarom vandaag heb ik hem gewoon uitgenodigd, niet alleen om jullie aan hem voor te stellen, of hem aan jullie voor te stellen, sorry, maar ook gewoon om hem zijn flowers te geven, zijn respect, want uiteindelijk, dat is een moeilijke parcours, niet iedereen haalt het. En je hebt dat wel gehaald. Er zijn ups en downs, iedereen heeft ups en downs. Maar het feit dat je dat gewoon hebt gehaald, je bent van dezelfde buurt als mij. Vele van ons hebben dat geprobeerd en dat is niet gelukt, bij u wel. Daarom heb ik je ook uitgenodigd om je flowers te geven. Ik zie je niet meer zoals vroeger. Je bent ondertussen verhuisd en dergelijke. Ja, natuurlijk profcarrière. Maar ik vond het wel belangrijk dat je langskomt, dat ik je flowers geef. Voor degenen die je niet gaan kennen, kun jij je een klein beetje voorstellen? Marvin Peersman, 32 jaar. Opgegroeid in Linkeroever. Nu al meer dan bijna 10 jaar niet meer in België gewoond. Dus voetballer, zoals je al hebt gezegd. En dat is het. Ja, dat is het. Zo lichtjes. nee, maar nogmaals, ik heb u, zoals ik dat hoort in de introductie, nogmaals, uw flauws, bro. Ja, thanks man, maar voor jou ook, man, want ik ben hier 3 jaar geleden ook geweest. Ja. En, dat was zelfs niet mijn schuld dat hij niet zou uitgaan. Nee, maar dat maakt niet uit. Ja. Dingen gebeuren. En toen ik net keek naar al die foto's, zijn er wel heel veel mensen gekomen. En ook belangrijke mensen, zullen we zeggen, in België. Dus man, dat is ook voor jou, ook jouw flowers, man. Want niet veel mensen kunnen dat zeggen. En daarom is Linkeroever zo'n speciale plaats. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen manier van dingen te doen in elke buurtje. Zijn er hustles, zijn er grinders. Maar ik ben van Linkeroever, dus hij heeft het professioneel gehaald en er zijn ook andere Raja's en dergelijke. En ik bedank u ervoor, want jij weet van waar ik kom ook. Jij weet wat ik allemaal heb meegemaakt, dus ik weet waarom je dat ook zegt. Jij zegt dat niet zomaar. Maar deze talk is niet over mij. Ja. Waar ben je geboren en waar ben je getogen? Ja, je hebt al gezegd, jij bent op Linkeroever getogen. Maar geboren in Wilrijk. Wilrijk, ja. Oké, Wilrijk. Enig kind? Ja. Enig kind. Dat enig kind. Ik stel deze vraag altijd, kom jij van een gebroken gezin? Ja. Gebroken gezin. Allee, ik ken uw verhaal, maar voor de mensen die dat niet gaan weten, wanneer je zegt gebroken gezin, met wie ben je dan opgegroeid? Alleen met mijn moeder. En voor een tijdje was er stiefvader, laten we dat zo zeggen. Uh-huh. En ik heb mijn vader leren kennen toen ik 18 was. Dus gebroken gezin dus. 18? Met andere woorden, toen jij klaar was, wist je dat je een andere papa had of ja, stiefvader? Ja, nee, dat wist ik wel, maar ik had hem nooit gezien ofzo. Excuus. Oké. En natuurlijk, verweet je dan iemand dat je papa niet had gezien? Of, Niet echt, want je weet ook niet wat de situatie is op dat moment. En jij denkt er ook niet echt aan, omdat die persoon er niet is. Dus je hebt er ook niet echt een behoefte ofzo voor. Of jij wilt niet echt weten wie dat is, snap je? Mm-hmm. Maar dan na een tijdje was ik 18 en dan ook op school, als jij andere vaders ziet, kinderen met hun familie, snap je, dan denk je van misschien moet ik toch eens gaan zoeken wie dat is. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Na 18 jaar? Ja, na 18 jaar. We hebben een gesprek gehad, ik heb gewoon gevraagd, oké, wat is heel de situatie, wat is er allemaal gebeurd? We weten allemaal, relaties, snap je, er gebeurt veel. Dus ik had alleen maar één kant, dus ik wou de andere kant ook horen. En ik heb dat gehoord en dan, ik neem hem niks kwalijk of zo. Oké. Heb je die gesprek met mama
Mijn mama gaat ook daarna? Ja. Oké. Okay. En hoe ging, was dat een moeilijk gesprek of had mama zoiets ja, van? Iets moeilijker, maar ik snap beide kanten een beetje. Dus ik weet ook als man, snap je ook, heb je ook minder rechten als het om kinderen gaat. En ik zeg niet mijn moeder, maar sommige vrouwen die gebruiken dat wel, snap je? En dan gaan die jou slecht praten, als man dan, en dan heeft het kind zo van, ja, mijn vader is slecht, maar jij weet niet het volledige verhaal, snap je? Dat is mooi gezegd. Ja. Natuurlijk, onze ouders hebben elkaar leren kennen voordat wij geboren waren. Voilà. Dus zoals gezegd, die hebben al een relatie en dergelijke. Maar als je naar je eigen jeugd kijkt, qua, oké, jij weet ondertussen, je vader was er niet, mm-hmm. Hij was een stiefpapa. Mm-hmm. Wat voor impact had dat thuis? Had je een coole band met je stiefpapa bijvoorbeeld? Ja, ik had gewoon een coole band met mijn stiefvader, okay. Ja, maar natuurlijk, ik heb ook niet iets, er is iets dat ik niet heb gemeld om te vragen. Allee, ik ben iets vergeten te vragen, uw roots. Mijn roots? Ja, ik ben half Belg, half Ghanese. Ah, je lacht al, hè, want jij weet wat de volgende vraag moet zijn. Ja, kun je je voorstellen in het taal zelf? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Maar dat is ook normaal, als je vader pas na 18 jaar leert. Ja. Maar, en nu op die leeftijd die je nu hebt bijvoorbeeld, is er geen behoefte om daar gaan te gaan? Nee, sowieso, dat is wel een plan. Als ik meer tijd heb, dan ga ik sowieso naar Ghana. Ik wil sowieso naar Ghana gaan. Snap je, mijn roots zijn daar, snap je, uiteindelijk. Dus ik wil dat wel zien. En ik heb ook goede verhalen gehoord over Ghana. Dus. Ik zet graag mensen op de spot. Hè. Mm. Ja, en bijvoorbeeld als er een Congolees was die hier tegenover mij zat en hij sprak geen Lingala, maar hij sprak bijvoorbeeld wel een taal van iemand anders land, mm-hmm. Dan vraag ik aan hem, kun jij die taal spreken? En jij als Ghanese bijvoorbeeld, jij zou verwachten dat een van je eerste talen Engels is en in Nederlands omdat je hier bent opgegroeid. Mm-hmm. Maar jij spreekt ook Frans. Ja. En hoe komt dat bijvoorbeeld? Door op straat. Op straat. Door op straat, zoals jij weet. Iedereen, de meeste praten Frans. En zo heb ik Frans geleerd. En dan ook met voetbal hadden we ook veel Franstaligen van de Brussel kant. Mm-hmm. En dan zo leert je praten, verstaan. En zo heb ik dat geleerd. Het is nog niet klaar met de spot. Ik ga je nog verder op spot zetten. Zijn er bepaalde woorden die jij wel begrijpt in Ghanese? Of? Nee, helemaal niks. Helemaal niet. Helemaal niks. Maar zijn er bepaalde woorden die jij begrijpt in Lingala? ik begrijp bepaalde woorden. I just had to check, you know. Ja. Maar en dat kwam ook door het feit dat jij waarschijnlijk hier bent opgegroeid. Met... Ja, ook omdat jij bent opgegroeid met mensen van Congo dan. En ja, zo leert je, zoals jij ook, Arabisch of Berbers, een paar woorden dat jij kent. En dan heb je nog de straattaal, heb je ook nog mixen en zo. Dus uiteindelijk leert je een beetje van alles. Alles, ja. En wat wel goed is. Natuurlijk is dat een shout-out naar mijn boy Burr. Burr in the building. En, ja, natuurlijk, als je op straat... Allee, op straat woont. Als je hier opgroeit, leer je iedereen kennen. Alle soorten rassen, alle soorten nationaliteiten. Ja. Inderdaad. Maar ik vond het altijd zo graaf dat mijn vrienden van andere landen, zoals jij, Dondo, die begrepen wel Lingala. Mm-hmm. Maar je eigen taal... Ja, nee, dat is jouw omgeving waar jij opgroeit, snap je? Maar dat is ook gewoon om een spotlight te zetten op Ghanese. Ghanese hebben altijd bestaan, Ghanese zijn altijd in onze omgeving geweest. Mm-hmm. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar u, je kijkt naar Vincent, mm-hmm. Destijds toen wij jong waren, jullie spraken bijvoorbeeld gewoon Frans. Ja. En dan zetten wij niet snel de link bij jou, dat zijn eigenlijk Ghanese. Ja. En dat vond ik ook wel een klein beetje graaf, want jullie pasten jullie aan wat er hier was. Ja. En dat heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Ja. Maar los van dat, ik ben aan het praten over straat en zo. Jij bent hier opgegroeid. Ja. Vertel mij eens over je jeugd op Linkeroever. Veel voetballen in Bloementuin. Toen was er nog gras, nu dat is stenen geworden en zo. Dus ja, het was een andere tijd ook. Ja, verpest. Maar ik was al buiten, zeg maar, voordat zeg maar, die bloementuin met die kunstgras, ja, was dat gewoon allemaal gras met Tonton Jean. Tonton Jean, Banilique, ja. Ja. En dan ja, zo, ja, altijd voetballen, buiten spelen. Wat er nu minder gebeurt in de jeugd, meer iPhone, dit, dat. En wij hadden meer alleen buiten, snap je? Klopt. Je hebt een legendarische naam gezegd, Tonton Jean. Ja.
voor de mensen die Tonton Jean kennen, kun je ons een klein beetje kort en bondig zeggen, wie is Tonton Jean? Wat, en wat deed hij? Een beetje wat Yves bij City Pirates heeft gedaan. Een beetje hetzelfde, of nog doe. En ja, gewoon de jongeren uit de buurt proberen iets leuk samen te doen, zoals voetballen. Wat ook, was zo'n groep met muziek, ik weet dat niet meer. Ja, dansen en zo. Inzingen. Ja, dat was er ook. Dus gewoon om ons, ja, zogezegd van de straat te houden, dat we het zomaar noemen. Maar ja, dat is wat hij deed. Hè. Hij heeft ons eigenlijk onze eerste stapje gegeven. Misschien in muziek, misschien in voetbal, misschien is helemaal iets anders. Maar dat zijn gewoon de eerste stappen. Dus ja, gewoon een big shout-out naar hem. Big shout-out, big G, Tonton Jean. Maar als jij ook gewoon terugkijkt, oké, ja, veel voetbal in je omgeving. Maar wat zijn de struggles die jullie hier meemaken, die wij hier hebben meegemaakt, jullie hebben meegemaakt, opgroeiend? Wat zijn de struggles die jij vooral ziet, dat jullie jongeren hebben meegemaakt? Ja, jullie speelden vaak buiten, maar speelden jullie buiten omdat jullie wouden gewoon voetballen of speelden jullie buiten omdat jullie weg van huis wouden blijven? Of? Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ik denk beide, weet je. Omdat ik denk dat de meeste thuissituaties niet echt top zijn of heel goed. Maar ook ja, je bent een kind, je hebt energie, je wilt toch niet heel erg binnen zitten. Je gaat sowieso naar buiten. En dan ja, als je buiten, ja, kom je mensen tegen, je wordt vrienden en zo, snap je? En dan ja, meestal was dat voetbal, maar ook andere dingen is natuurlijk ook gewoon chillen, snap je? Dat ook allemaal. En als jij mij een voorbeeld kon geven van een nadeel, los van de thuissituatie bijvoorbeeld, waarom een jongen weg van thuis zou zijn, bijvoorbeeld. Wat bedoel je? Dus met andere woorden, kijk, jij veel. Ik ga geen jongen, ik ga u gebruiken. Jij kwam veel buiten, jij speelde veel buiten. Was je thuissituatie moeilijk? Ja, het was wel moeilijk, ja. Wil jij sharen wat er zo klein moeilijk was? Niet echt. Wil jij sharen bijvoorbeeld? Waarom ik dat ook wel vraag, waarom ik daar ben geraakt, is... Bro, uw verhaal is een... Jij kunt veel mensen motiveren, jij kunt veel mensen stimuleren en dergelijke. Because ja, je bent uit een gebroken gezin gekomen. Mama is een hele sterke vrouw. Ja, heel sterk. En ik weet niet als je wilt delen waarom mama zo sterk is. Ja, omdat ze invalide is. Oké. Maar niet invalide van rugpijn of zo. Nee, maar echt gewoon, ze heeft gewoon een spierziekte. En ja, met de jaren is dat verslechterd. Wat ook normaal is. Dus ja, dat is ook niet makkelijk. Niet makkelijk. En ja, enig kind, dan moet je eigenlijk ook voor mama zorgen als stiefvader. Ja, op een hele jonge leeftijd dan moet je ook al voor jouw eigen ook een beetje zorgen. Dus pak zo rond 11, 12 of zo. Dus, maar ik had ook mijn grootouders, mijn oma en mijn opa, die waren er ook wel altijd. Dus die helpten wel, snap je? En nu ik ouder ben, heb ik zeg maar, je kijkt een beetje terug op jouw jeugd. Is mijn opa wel een hele grote invloed geweest op mij. Ook gewoon qua mentaliteit, qua hoe jij moet denken over het leven. Dus ja, alleen maar dankbaar. Tu vois, je suis devenu un très bon interview, tu vois. Ik ken hoe. Ja, omdat jij me ook kent, jij weet de ins en outs. Nee, maar en ik ben blij dat je ook over je opa hebt gesproken. Want inderdaad, voor de mensen die Marvin hebben zien opgroeien, je opa, alleen vooral bij de voetbal dan. Je opa was een hele grote steun voor u. En opa Jos. Ja, Jos. Ja, dus, maar inderdaad, mama was sterk. En had jij soms als jonge gast zoiets van, ik wil buiten gaan. Ik wil hier, mama is aan het lijden, maar ik kan haar niet helpen. Misschien onbewust? Onbewust. Ik heb daar nooit echt zo over nagedacht, maar dat ken wel. Ja. Dat ken wel. Maar ook omdat ik gewoon buiten was en ook. Dat sowieso. Ja. Ja. Maar dat zijn, en veel mensen beseffen ook niet, als je enig kind bent, je kunt niet op de volgende, je kunt eigenlijk op niemand rekenen. Nee, je hebt geen broer, een grotere broer of een grotere zus, dat is er niet. Dat is zo. Maar ja, dat is live, snap je? You deal with it. Dat is waar. Natuurlijk, je entourage heeft ook een grote impact op je gehad. Mm-hmm. En als jij zo moet kijken naar je entourage,
de No To Life era. Ook ja, ver terug. Ja, dat is een entourage. No To Life was ik er eigenlijk niet zo echt. Maar allee, of ik was... Dat is wat 2003, ja, ik heb geen idee. Maar dat is uw entourage. Ja, en dan praat je over Horna, ja. Young B. Wie was er allemaal in de woorden? Oef, Young, Dondo. Dondo, Dominique. Ja. Lulu. Oh my god. Wat is er nog? We hadden wel een heel grote groep, eerlijk gezegd. Maar echt zo de kern, dat was echt Dondo, Ike, Young, Lulu. Mascos. Dat was eigenlijk de kern, maar je had ook nog andere mensen die daar... En wat was je naam destijds? We can skip that. Voor jullie, man! Dat ze weten. Maar en, heb je nog bars, denk je? Ah, no. Nee, je hebt geen bars meer. Ik heb dat lang gelaten. Okay. Heel lang geleden. Maar ken je nog zo'n tekst van vroeger dat je hebt geschreven? Misschien? Nee, misschien als ze dat gaan horen, misschien wel, maar zo, nee. Mensen weten echt niet veel over u. Hè? Ja, ik heb ook aan het proberen. Ik heb geprobeerd. Ik heb geprobeerd. Street fam. Ja. Maar dat is weer de omgeving van waar jij komt. Ja. Je moet alles proberen, zoals jij zegt. Marvin was een rapper. Wat was je naam vandaag? Je hebt dat juist gezegd. Nee, ik heb dat niet gezegd. Good try. Oké, okay, maar allee, ja, Marvin was een... Maar waar kwam die inspiratie, los van de omgeving? Allee, had jij zo liefde voor muziek of zo? Nee, sowieso. Je luistert wel altijd muziek. Ook als je bij mij thuis was, ook altijd. Maar dat was meer dan reggae. Okay. Zeg maar Bob Marley en zo. Okay. Dus nee, je hebt ook je omgeving. Hè, snap je? Als jij ziet jouw vrienden rappen, je denkt, misschien kan ik ook proberen. En dan zo kijk je wat jij kunt, snap je? Maar ik had eerlijk gezegd al vroeg door dat ik niet echt... Ik was niet echt goed. Maar wat waren je ambities dan? Wauw, hoeveel leeftijd ongeveer? Ik zeg 10, 11, 12, 13 nog. Ja. Ik had wel het gevoel dat ik goed was in voetbal. Mm-hmm. Dus, en ook mijn opa en mij, zeg maar, ook die kant een beetje duwde, zeg maar. Ik vond voetbal altijd leuk, dus ik ben altijd wel. Maar ik had niet echt het idee van, oké, nu ik ga echt prof worden. Snap je, profvoetbal. Oké, iedereen wil profvoetballer worden. Maar op die leeftijd was dat niet echt van, ja, ik kan echt prof worden. Iedereen wou voetballen, maar inderdaad. Maar als voetbal dat niet was, had je nog andere ideeën? Bijvoorbeeld als jonge gast dan, hè? Zoiets van... Mensen gaan lachen, want ik zeg dat altijd, maar piloot. Piloot. En waarom? Ik heb geen idee waarom, maar dat is gewoon iets, ik weet niet. Ik heb daar interesse in ofzo. Gewoon ook die lifestyle, ook omdat jij hebt zoveel mensen die eigenlijk op je rekenen dat alles goed gaat. Dus misschien daarom, verantwoordelijkheid misschien. Verantwoordelijkheid. Ja, dat is piloot. Piloot. Maar voordat wij in de voetbalvragen gaan en dergelijke, is het belangrijk om te weten hoe Marvin het heeft gedaan op school? Wat is dat? Lager onderwijs? Je hebt middelbaar. Je hebt lager. Wat je hebt lager. Dan heb je middelbaar. Ja. Lager gewoon oké. Mm-hmm. Middelbaar struggle tot... Wacht, ik was in derde blijven zitten. Dan over. Dan vijfde. Dan in vijfde blijven zitten. Dan ging ik normaal nog eens blijven zitten, maar dan ben ik gestopt. Op 18 ben ik gestopt. Ongeveer. Heb je spijt van het stoppen? Niet echt. En als jij moest kijken, waarom gestopt? Gewoon demotivatie? Of? Ja, ik had geen motivatie meer. Ook omdat in die periode was mijn oma overleden. Dus, je oma? Ja, mijn oma is overleden. Dus ook een beetje daarom. En ja, man, ik dacht ik ga nog eens blijven zitten. En ik kon voetballen en ik kon prof worden. Dus de keuze was eigenlijk redelijk snel gemaakt. Oké. Maar los van de resultaten, wat voor jongen was Marvin op school? Schoolmoe, had je zin om naar school te gaan? Was je een stoute jongen? Nee, ik had wel. Nee, school was wel leuk. Okay. Omdat we ook. Ik zat op een voetbalschool, dus sportschool. Wat is dat? KA? KA, ja, KA Beveren. Dus dat was wel leuk. Is dat met hem? Nee. Ja. Maar is een paar jaar al, man. Ja, dus dat was wel leuk omdat je bent altijd bezig, snap je? Maar het was wel zwaar. Allee,
Je moet elke in de ochtend, je hebt dikke zak, rugzak, dan je moet op de bus, dan je moet wandelen naar school, dan na school gaat je trainen in Beveren en dan van na de training terug met de bus naar huis. Dus jij was altijd een hele dag bezig, snap je? Dus dat was wel zwaar, maar ik vond dat wel, was een leuke tijd. Natuurlijk, ja, iedereen heeft zijn ambities, iedereen doet het op zijn manier. Het is niet omdat jij gestopt bent met school dat jij dom bent, soms moet je gewoon keuzes maken. Maar het is ook niet te laat om altijd terug te keren, als je ooit zin hebt om terug te keren, natuurlijk. Ja, je hebt het wel een aantal keren gezegd, voetbal. Voordat je prof bent geworden, kun je ons meenemen waar het allemaal is begonnen qua voetbal. Voetbal? Ja, en dat bedoel ik niet dat je op een pleintje hebt gespeeld, nee. De eerste keer dat je een voetbaltoernooi hebt aangedaan, maar dat dat bij een Panelica was of zo. Jij weet die ploeg al, dus Uilenspiegel. Ja, Uilenspiegel. Ja, man. Toen was ik ook nog keeper, denk ik. Ja. Veel mensen weten dat ook niet, nee. Marvin is inderdaad, was ooit keeper in zijn jeugd. Ja. Er is een foto trouwens van ons in de Uilenspiegel. Ja, maar jij bent de keeper niet in die foto. In de foto is Yves. Ik was bankzitter. Oh ja. Ik was bankzitter. Maar jullie weten, ik was daar. Maar vandaag, hij is daar. Ik ben hier bankzitter. Nee. Maar oké, Uilenspiegel. Uilenspiegel. Dan van Uilenspiegel naar Sint-Anneke Sport. Dat is hier. Ja, Sint-Anneke. Sint-Anneke Sport, GBA, Germinal Beerschot. Ja. En dan van Germinal Beerschot naar Beveren in de jeugd. En dan van in de jeugd naar, van Beveren naar de eerste ploeg. In Beveren? In Beveren. Okay. En dan Beveren was Antwerp. Na Antwerp was Dordrecht. Na Dordrecht was Cambuur. Dat is niet jeugd meer, hè. Ah, alleen jeugd. Ja, ik wou alles doen. Oké. We zijn al bij de jeugd. Oké, dat is belangrijk. Okay, ja. Dat is belangrijk, waarom? Want ik wil eerst vooral weten, GBA, Uilenspiegel, Sint-Anneke. Mm-hmm. Nee, sorry, Sint-Anneke, Uilenspiegel. Dat zijn nog tussen haakjes, caféploegjes destijds. Nee, maar Sint-Anneke, die tijd. Ja, dat weet ik. Dat was warm, hè? Ik was daar ook 2001 transkampioen met Yves Charlotte. Nee, we hadden goede jeugd. Dat is waar, eigenlijk wel. Maar wat ik ermee bedoel is, ze zetten ons niet in de. We konden niet tegen Beveren en zo spelen. Heb ik tegen Beveren gespeeld? Ik denk dat was een toernooi. Ja, we hebben ook tegen Antwerpen gespeeld. Toernooi. Maar we doen zo competities. Nee. En daarom zeg je dat qua level, bij GBA heb je dat voor de eerste keer meegemaakt. Dat je tegen elite ploegen speelt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar GBA en dan Beveren, heb je Antwerpen geen. Nee, dat was eerst. Wat was je beste jaar qua jeugd in de. Mijn beste jaar qua jeugd. Ja. En waarom? Ik denk Sint-Anneke, omdat ik van Sint-Anneke naar GBA, dus jij maakt die stap omhoog. Okay. Dus ik scoorde veel goals. Ik was middenvelder. Dus ik denk dat het beste. Wie was je coach bij Sint-Anneke? Tuvia? Nee. Die was hoger, ik was nog jonger. Tony? Nee. Met zijn naam kwijt. De jongen, iets met de jongen. Nee, hij is daarna ook weggegaan, ook naar GBA. Okay. En zijn zoon was ook naar GBA gegaan. En dus Sint-Anneke, je maakt die stap omhoog. Mm-hmm. Beveren, jij krijgt de kans om bij de eerste ploeg te spelen. Ja. Of jij hebt gespeeld bij de eerste ploeg. Ik heb dat afgedwongen, ik heb niet de kans gekregen. Ja. Ik heb dat zelf afgedwongen. Vertel eens, hoe heb jij die kans? Omdat ik onder 19. En we hadden een goed jaar, we waren kampioen geworden, maar we waren al 3 keer op, dus vanaf onder 17 waren we kampioen, onder 19. Maar onder 19 kun je 2 jaar doen, toen. En dan waren we denk ik 2 jaar op rij, eerste jaar waren we kampioen geworden en tweede jaar was ik ineens doorgeschoven naar eerste ploeg. Tegen elite ploeg spelen je? Ja, maar dat was tweede klasse toen, hè. Oh, dat was tweede klasse. Dus ik weet niet hoe dat nu is. Dat is een hele rare combinatie. Alles. Playoff 1, 2, 3, tot 7 of zoiets. Dan was ik af en toe met U19, mocht ik met belofte meedoen. Zo'n paar wedstrijden had ik goed gedaan. Dan hebben die mij gezegd, jij mag aansluiten aan de eerste ploeg, maar alleen trainen en met belofte spelen. Ik zeg, oké, geen probleem. We hebben voorbereiding gedaan. Ik heb goede voorbereiding gedaan.
En ik had ook geluk dat Johan Boskamp toen trainer was. Hij zag iets meer in jongeren. Ja, iets meer in jongeren. Dus ik had toen mijn kans gekregen en ik heb die ook gewoon gegrepen. Ik ken het verhaal van Johan Boskamp een klein beetje, ja. Maar ik wist niet dat hij uw coach was. Nee, hij was trainer. Hij was trainer. De eerste, zeg maar tot de winterstop, want toen was hij een beetje ziek geworden. Dan is hij gestopt. Hoe ik het verhaal kende, of hoorde, heb ik ooit gehoord, is misschien ook verkeerd vertaald, is je kwam bij Beveren terecht. Mm-hmm. En na Beveren was het moeilijk om een ploeg te vinden. Nee, want na Beveren ga ik naar Antwerpen. Antwerpen, maar ja, daarom zeg ik, ik heb dat waarschijnlijk verkeerd vertaald. En Johan Boskamp, hoe ik dat vertaald, sowieso, joh, kijk, nee, die jongen hier, hij mag niet zonder ploeg zitten. Nee, dat was na Antwerpen. Okay. Na Antwerpen. Had ik een blessure, een zware kruisbandblessure, had ik geen club. En toen heeft hij voor mij zeg maar, een stage geregeld bij Dordrecht. Heb ik 2 weken stage gelopen en dan heb ik contract getekend. Voor 2 jaar plus optie, denk ik. Oké. Okay, dat is wel graaf, hè? Ja. En, maar wacht, dus hij is je coach bij Beveren. Mm-hmm. Je hebt een goed seizoen gehad aan Antwerpen. Antwerpen is destijds ook tweede klas? Ja. Oké. Okay. Maar Johan Boskamp is nog steeds daar wanneer je naar Antwerpen gaat? Nee, hij was al gestopt. Hij was al gestopt. Okay. Maar we hadden nog steeds die contact. Oké. Okay. Ja, oké, nu begrijp ik. Maar terwijl je bij Antwerpen speelt, heb je nog steeds contact met hem? Ja. En wat voor gesprekken heb je dan bijvoorbeeld? Nee, gewoon. Oké, omdat voetbalwereld ook klein is, dus jij komt mensen ook af en toe tegen. En hij noemde me altijd Spijker. Omdat ik heel dun was, maar ik was wel hard. Pause, dus ja, maar we hadden wel gewoon een goede relatie. Oké. Okay. Want hier ben ik mee in het verhaal. Want hij geloofde ook, snap jij? Hij geloofde ook in mij, snap jij? Je hebt dat ook nodig. Mm-hmm. Zeker als jonge speler heb jij wel iemand nodig die in jou gelooft. Oké. Okay. Johan Boskamp. Antwerpen, tweede klasse. Hoe lang heb je bij Antwerpen gespeeld? 2 jaar. Basis altijd. Eerste jaar basis, tweede jaar begin niet gespeeld, na de winter zo wel, gewoon basis. En met Antwerpen hadden jullie de kans niet om eerste klasse te spelen? Ja, we waren in de play-offs, maar we hadden verloren tegen, toen was dat, ik denk Leuven, hoe was je? Speelde je ook met die Bombe in die ploeg? Bij Antwerpen? Ja. Nee, dat is daarna. Ik was daarvoor nog. Oké. En had je, ik wil het niet zo zeggen, maar wat vond je van je tijd in Antwerpen zelf? Hoe bedoel je, als club? Of? Niet als club. Als jij speler, je prestaties. En, want als je zegt, jij speelt eerste seizoen, speelt alles waarschijnlijk. Ja. En tweede seizoen? Iets minder. Ja, maar dat was ook omdat de trainer werd gewisseld. We hadden een andere trainer. En die zei tegen mij in het begin, ja, je gaat spelen. Mm-hmm. Dan had hij een speler gehaald die hij van vroeger al kende, van zijn vorige club. En die heeft dan de voorkeur gekregen op mij. Maar ja, zo gaat dat in voetbal. Dus, hoe gaat Marvin mee om? Toen heel moeilijk. Ook omdat ik vond dat hij niet terecht was. En gewoon heel moeilijk. Ik had er heel moeilijk mee. Wanneer je zegt dat hij niet terecht is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Oké, ik weet niet, dat is misschien een 23-jarige Marvin destijds. Nee, ik was nog ouder. 21 of zo. 22. Ja, alleen jij zit ermee. Mm-hmm. Beslis je ermee om mee naar de trein te gaan of is dat iets dat jij voor je eigen houdt? Nee, jij praat gewoon met oudere teamgenoten. Hè? Ik had wel een paar oudere teamgenoten die. Allee, we hadden goede band, snap je? Dus dan praat je er ook over. Maar toch, ja, met de trainer was niet echt te praten, want ja, ik voelde mij een beetje geript, ik zal het zo zeggen. Oké. Okay. En dus ik heb wel 1 keer met hem gesproken en toen zei hij, ja, jij speelt niet om deze reden. Ik zei tegen hem, dat kan niet, want ik ben beter dan deze gast die daar nu speelt. Maar hij had zijn keuze al gemaakt, dus ja, ik kan zeggen tegen hem, nee, ik ben beter, maar uiteindelijk, hij maakt zijn keuze. En jij moet accepteren, maar als jij een jonge gast bent, is dat moeilijk om te accepteren soms. En doen jij dan een transfer af of verkoopt Antwerpen je? Hoe doet je van Antwerpen? Na Antwerpen? Ja, Antwerpen. Oké, wacht. Nu ben ik mee. Ja. Je bent met Antwerpen, dan krijg je een blessure uiteindelijk. Ja. Tijdens de wedstrijd of tijdens een training?
Randzaken. Ja, voetbal is echt een cruel world. Ja, dat is fucked up. Je bent bij de maffia. Nee, maar oké. Je komt dan eigenlijk terecht zonder club. Ja. Boskamp doet dat. Maar was het, hoe lang heb je moeten revalideren? Normaal, de revalidatie is 6 tot 9 maanden. Maar na 6 maanden was ik al terugkomen. Oké. Maar ik heb wel gewoon echt zwaar gerevalideerd. Gewoon elke dag, pak 6-7 uur per dag. Dan heb je, vanaf het moment dat je kunt lopen, dan moet je lopen. Je hebt fysio elke dag. Dan ging ik nog extra fitnessen om nog sterker te worden. Dus ja, het was wel zware tijd. En natuurlijk, zoals je er juist hebt gezegd, kom je dan terecht bij Dordrecht. Mm-hmm. Dordrecht is de tweede klasse. Ja. Je komt daar terecht en ja, oké, training, getest. Noem ze dat testen? Ja, eigenlijk wel, ja. Testen. Op proef. Op proef, oké. Dus dat is eigenlijk... ja, je komt daar op proef en als het lukt, tekenen wij u. Zo niet, moet je verder naar de proef. Ja. Dus die hebben we getekend, betekent dat je eigenlijk je ding hebt gedaan. Ja. Oké. Bij Dordrecht, hoe loopt het seizoen? Ik weet dat nog heel goed, maar... Nee, mijn eerste jaar was... Nee, eerste jaar was moeilijk. Want ik was nog niet... Omdat ze zeggen eigenlijk, na een jaar moet je terug echt speelfit. Dus na een jaar was ik wel speelfit. Dus het einde van het seizoen was ik echt fit. Hadden wij play-offs gespeeld, maar hadden we dat niet gehaald. Dan het seizoen daarop... gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Gepromoveerd na 19 jaar. Dus dat is wel geschiedenis geschreven. Dan naar de Eredivisie. Je hebt ook gescoord. Ik moest erbij zeggen. Ja, ja, af en toe gebeurt dat wel eens. Ja, dat. En... dan een jaar in de Eredivisie, moeilijk jaar gehad, gedegradeerd, maar ik was dan vrije speler en dan ben ik naar Cambuur gegaan. Cambuur was eerste klasse? Ja, Eredivisie. Dus als je hebt het hele jaar met Cambuur gespeeld? Ja. En dan gedegradeerd. Ook weer een zwaar jaar. Zo, ja. Dan het jaar daarop, spelen wij voor play-offs. Missen wij de play-offs. We verliezen denk ik in de voorlaatste ronde of zo. Dus we blijven in de tweede klasse. Dan het nieuwe seizoen heb ik een half jaar gedaan. En dan ben ik naar Israël gegaan. Ja. Voordat we naar Israël gaan, het niveau in de Eredivisie en niveau in de, noemen ze dat keukendivisie of zoiets? Keukenkampioendivisie. Ja, keukenkampioendivisie. Allee, het niveau is hoog. Eredivisie sowieso, denk ik. Ja, Eredivisie sowieso, want je hebt grote clubs, dus ja. Veel kwaliteit. Mm-hmm. Keukenkampioendivisie, ja, die wel leuk voetbal. Leuk voetbal. Nederlands voetbal is sowieso leuk. Leuk. Qua niveau, tweede klasse destijds, België en destijds in Nederland. Ik vond, maar het is een andere speelstijl toen. Zeg maar, tweede klasse in België was meer fysiek, lange ballen. En ja, snap je, echt op resultaat spelen. In Nederland gaan die eigenlijk altijd eerst aanvallen dan verdedigen. Dus het is altijd heel open en heel veel voetballen. Dus ik heb wel veel geleerd in Nederland, eerlijk gezegd. Even naar de negatieve gaan, hè. Dat mag ook soms. Ja. Heb je Ramo gekregen in de Eredivisie? Toen je met Dordrecht speelde bijvoorbeeld, van die grote ploeg? Ja, ik heb een paar keer Ramo gekregen. Van die Ajax en zo. Ik weet wel, we hebben onze laatste wedstrijd in de Eredivisie hebben wij gewonnen bij Ajax thuis. Dat wel. Ze waren al kampioen? Nee, die waren niet geen kampioen. Dat was, die moesten winnen tegen jullie om kampioen? Nee, die waren toen al, dat was al klaar. Jij hebt tegen die ploegen gespeeld. Mm-hmm. En wanneer jij bijvoorbeeld, heb je de Amsterdam Arena gespeeld? Ja. Jij komt daar binnen. Wat voor gevoel heb jij als speler? Hè? Dan, Amsterdam Arena is een legendarische arena bijvoorbeeld. Ja. Wat voor gevoel heb je van, wanneer de voordat de wedstrijd begint, je kijkt rond je, je ziet 20, 30, 40 misschien? Ik weet niet hoe groot dat is. Ja, dus ja. Wat voor gevoel geeft u? Eerlijk gezegd, als voetballer, je bent meer bezig met de taken die je moet doen op het veld dan eigenlijk wat er gebeurt in het stadion. Dus je hebt dat nog nooit gehad, bijvoorbeeld, je komt daar terecht? Nee, je kijkt wel. Okay. Je zegt van, oké, dat is mooi, maar je bent daar om te presteren, snap je? Dus jij bent eigenlijk gewoon gefocust op jouw taken. Oké. Dus
Ja, dat is mooi, maar als jij 5-0 verliest en zo, is dat niet meer mooi, zeg je? Dat klopt. Ik vind voetbal zo. Allee, ik kijk naar voetbal als fan natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik kijk daar als voetballer zelf. Allee, wanneer je zo die sfeer hoort, ik denk, joh, als voetballer, wat doet dat met u? Kun je wel eens focussen? Nee, je hebt verschillende. Ja, iedereen is verschillend, snap je? Sommige, meestal jonge spelers zijn wel een beetje van oké, wauw, snap je, een beetje stress. Maar nu op deze leeftijd die ik heb, ja, dat is ook gewoon normaal geworden. Snap je? Je hebt ook al meerdere wedstrijden zo gespeeld, dus na een tijdje is dat gewoon normaal. Dus jij moet tegen mij zeggen, als jij nu met Groningen een vriendschappelijke wedstrijd in Santiago Bernabeu moet spelen. Ja, maar jij praat ook over Real Madrid. Ja, dat is anders. Snap je? Dat is iets anders. Heb je die stadion al eens gezien? Bro, dat is stijl. Ik ben ooit geweest. Dat is echt stijl. Dat is een andere level ook, snap je? Je hebt ook levels, hè? Ja. Ja, tuurlijk, je hebt levels. Ja, dat is niet noodzakelijk een negatieve ken, maar tot dan, tot Cambuur, op het moment voordat jij naar Israël gaat, hoe vind jij dat je carrière tot dan loopt? Is dat een carrière dat jij zoiets hebt van, ja weet je, mijn carrière loopt hoe ik het echt heb? Niet echt. Niet echt. Ik denk dat jij wel een beter carrière voor je hebt, zeg maar. Maar uiteindelijk, het loopt ook hoe het loopt, snap je? Dus je kunt ook niet alles controleren. Dus op zich, ik was geen prof. Moeilijke jeugd gehad, naar prof. Iets doen wat jij leuk vindt en je wordt daarvoor betaald. Dus eigenlijk kan ik niet klagen. Maar oké, jij wordt altijd beter. Want dat is normaal, snap je? Maar uiteindelijk ja, ben ik wel tevreden. Ben je druk nog aan de laatste keer? Ja, maar dan... Jij komt in Hapoel, Tel Aviv. Tel Aviv. Zijn er zoveel, hè? Ja, alles is bijna Hapoel of Maccabi. Maccabi. En die Hapoel dat jij voor hebt gespeeld, is dat de traditieploeg Hapoel? Ja. Okay. En voor u was van Cambuur naar Hapoel een stap omhoog of een stap omlaag? Financieel stap omhoog, voetballend. Ja, Nederland is natuurlijk hoger qua voetbal en zo. Maar ik vond het niveau eigenlijk niet zo slecht in Israël. Het is gewoon anders. Het is ook warm, hoge intensiteit. Dus nee, gewoon anders. Niet beter of zo, gewoon anders. En voetbal in Israël, is dat peaceful? Was dat peaceful? Hoe bedoel je? Want allee, wanneer wij, zeker in die periode toen jij daar speelde, zagen wij soms dat er gebombardeerd werd. Kijk, als jij in Tel Aviv woont, eigenlijk maak je niet veel mee van die bommen en zo en die aanslagen en zo. Maar ik heb in de periode dat ik heb alleen daar gespeeld, twee jaar. Dus in die 2 jaar heb ik dat 1 keer meegemaakt. Dus valt wel mee, snap je? Hoe meegemaakt? Je hoort een alarm. Dus een alarm gaat af. En dan hoort jij gewoon zoals jij vuurwerk hoort in de lucht, een beetje hetzelfde. Maar je voelt wel jouw appartementen zo trillen en zo. Was er een schrik of zo? Jij schrikt wel. Maar ja, je hebt in jouw appartement heb jij een soort van safe room. Okay. En daar kun je ingaan. Dat is wel in elk appartement in Israël, ja. Wow. Dus moest hij instorten, staan jij safe? Hè? Normaal gezien wel, ja, maar who knows. En had jij nooit, daar bijvoorbeeld, had jij nooit kippenvel wanneer je op het veld kwam en ja, kunnen ze misschien hier niks doen? Helemaal niet, nee. Want die hebben een hele goede bescherming tegen bommen. Oké. Okay. Ik weet niet juist de naam, maar die hebben zo'n speciale... Special unit. Ja, zoiets. Die schieten eigenlijk gewoon die bommen uit de lucht. Ja, maar het is echt zo, snap je? En dan zit je precies of dat vuurwerk is. En qua niveau, je wordt dat niet zo slecht. Wat heb jij kunnen achieven? Wat heb je kunnen bereiken bijvoorbeeld met Hapoel? We hebben de halve finale van de beker gehaald. Maar ik was daar gegaan toen die tweede klasse waren. Okay. En dan in een half jaar zijn we omhoog gegaan, promotie. Dan in het tweede jaar zijn we erin gebleven. En het derde jaar speelden wij de Championship Playoff. Dus elk wel altijd omhoog. Okay. Dus je hebt wel... Ja. Okay. En waarom ben je dan weggegaan? Dat was corona.
Ja. Mijn laatste jaar was corona. Corona, oké. Okay. Want we hadden doorgespeeld in tot augustus of zo. Mm-hmm. Want dat was toch, die competitie waren stilgelegd en zo. En wij waren dan verder doorgegaan. Heb ik een maand langer gespeeld. En dan was ik vrij. En ook de club had... Hun argument was, van, we hebben geen geld meer, snap je, door corona. Dus ja, we kunnen geen nieuw contract geven. Want ik was eigenlijk al aan het onderhandelen voor corona, voor een nieuw contract. En toen was corona gewoon, die zegt, ja, dat gaat niet meer. En dan was ik vrije speler. Kun jij mij eens meenemen in een gesprek, zo'n soort van gesprek dat jullie hebben als het gaat om contracten? Wat wordt er dan effectief besproken? Vaak is dat jouw manager of zaakwaarnemer die eigenlijk de gesprekken voert. Dus je hebt dan bijvoorbeeld de zaakwaarnemer zegt, oké, de club moet deze geven. Deze is jouw contract. Dan is het aan jou om te zeggen, oké, ik ben daar tevreden mee of ik ben daar niet tevreden mee. En dan gaat hij zo onderhandelen, snap je? Dan gaat hij onderhandelen van, oké, nee, ik wil dit. En dan gaat hij terug naar de club. En dan de club zegt, oké, ja of nee. Oké, nee, we willen zo. En zo komt hij tot een deal. Dat is zo'n FIFA-shit eigenlijk. Hè? Ja, het is wel een hele gedoe, man. En kun je ook dan dingen eisen en dergelijke? Ja, tuurlijk. Maar het hangt er vanaf hoe graag die jou willen, snap je? Okay. Als die jou echt graag willen, dan kun je wel eisen. Okay. Maar als jij, zelf voor, zoals je hebt een jaar niet gevoetbald en die geven jou contract, ja, dan moet je eigenlijk genoegen nemen, snap je? Ja. Maar daarna zit je natuurlijk naar Griekenland. Yes, Greece. Transfervrij. Naar ja, transfervrij. Wat was de eerste ploeg? Ik heb het al geschreven. Pasianina. Pasianina. En eerste klasse? Eerste klasse. Niveau is hoger. Sowieso Griekenland dan Israël. In traditionele ploegen spelen ook meestal Europa. Panathinaikos, Olympiakos. Ja, dus dan denk ik wel dat Verein is dat ook grote spelers die in Griekenland hebben gespeeld. Ja, maar je hebt heel grote clubs ook. Ja, snap je? Maar nu mijn vraag is... Hoe ben je daar geraakt? Via contacten van mijn manager, ja. Die heeft dan zo en dan... De club was geïnteresseerd. Ook komen testen? Nee. Gewoon direct tekenen. En, omdat die ook geïnteresseerd zijn, snap je? Dus clubs zoeken ook wel naar een bepaald profiel of een bepaalde positie, snap je? En dan kijken die, oké, wat heb je gedaan? Die kijken jouw beelden. En dan heb je er heel systemen voor, er zijn allemaal beelden en zo van nu. Dus dan check je die en zeg je, ja, wij willen deze speler, mm-hmm. wij bieden deze aan. En zeg ik, ja, ik wil deze. En dan zo snap je weer al heel die proces. En hoeveel ploegen heb je? Je hebt voor twee ploegen gespeeld? Je hebt voor twee ploegen gespeeld, denk ik. Ja, twee. Aris was het twee? Aris Thessaloniki, ja. En dat is weer een grotere ploeg dan ja. Parf. Volgende stap ging Panathinaikos staan misschien. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb wel... Die hebben mij wel een keer gebeld. Panathinaikos? Ja, hoor. Maar ik had toen al besloten om naar Aris te gaan. Oh, dat is wel goed. Ja. En waarom Aris in die Panathinaikos? Zeg, jij bent er al weg van, hè? Die zijn eigenlijk te laat gekomen, snap je? Aris was daarvoor gekomen en hun zijn later gekomen. Dus ik moest ook een keuze maken, eigenlijk. Dat is precies, Getafe komt eerst en dan Real komt later. Nee, maar kijk, weet je iets met voetbal? Als je hebt een pre-contract. Ja. Als je dat tekent, ben je gebonden. Okay. Dus je kunt niet zeggen van, oké, ik wil niet meer. Kijk, je kunt dat wel doen als je echt tegen die club kijkt. Ik wil echt niet. Ja. Dat gaat, dat snap je. Uh-huh. Maar ik heb mijn woord gegeven, dus snap je. Nee. Je moet die woord ook houden. En als je terugkijkt naar je tijd in Griekenland, wat je denkt? Leuke tijd gehad, man. Mooi land. Een mooi land. Echt een mooi land. Heb je voor bekers? Heb je bekers? Wel idee. Oh ja, heb je voor bekers? Ja, beker, ja. Heb je beker gespeeld? Gewoon? Ja. Nee. Niet gewoon een finale gespeeld? Nee. Oh. Nee. Dat is niet. Heb je een beker gewonnen? Jawel. Je bent toch kampioen geworden in tweede klasse of zoiets? Ja, tweede klasse ben ik... Shoot, dat is een beker toch? Twee keer. Bro, er zijn mensen die zoeken om kampioen te worden. Dat de eerste, tweede, derde is. Dat is beker. Ja, oké, maar ja. Zou jij blij zijn dat jij bij Portsmouth speelt in Engeland tweede klasse? Mm-hmm. Je wint de beker daar. Zou jij daar wel blij zijn? Ja, maar ik was ook blij. Okay. Hey, ik was sowieso blij, snap je? Okay. Maar je kijkt altijd, als wanneer je dat bereikt, kijk je daarna altijd verder. Mm-hmm. Oké, wat is de volgende stap? En dan zo gaat je verder. Probeert je kampioen te worden. Maar ja, als een kleine club is dat wel heel... Dat is een heel grote... Er zijn
Je hebt grote clubs, die hebben miljoenen, grote spelers, dus dat is wel heel moeilijk. En wat vind jij dat er bij u miste om die niveau te halen? Welk niveau? Grote clubs. Nee, ik denk dat ik die niveau wel heb. In Griekenland, hè? Nee, ik bedoel gewoon in het algemeen. In het algemeen? Ja. Waarom heeft Marvin bijvoorbeeld nooit... Allee. Trouwens, ook, er was een tijd dat jij wel zo in de spotlight was van een van de beste, beste verdedigers. Ja, dat was toen bij Dordrecht. Ja. Dus, met andere woorden, er was een tijdje dat jij had je eigen kijker gespeeld, kun je zeggen. Ja. Maar waarom vind jij dat niet zo is gebleven, bijvoorbeeld? Ik heb geen idee, man. Misschien prestaties. Okay. Misschien te veel ups en downs gespeeld, misschien. Daar. Misschien ook gewoon niet goed genoeg. Kan ook. Ik denk, ik kan ook niet erover spreken natuurlijk, maar goed genoeg zou ik, kun jij zeggen, jij bent goed genoeg. Je bent een profvoetballer, iedereen zijn niveau natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar je hebt ook, je hangt ook af van anderen, je speelt niet alleen. Het is geen tennis, geen pingpong of zo, dus je hangt af van de mensen rond je. Ja. Dus als de mensen rond je beter zijn, gaat je ook automatisch beter spelen. Dus dat is het ook, snap je? Je hebt geen goede trainer. Kan die trainer jou raken? Want als die trainer het zegt en jij bent van, maakt niet uit. Maar als die trainer jou echt kan raken en jij wordt echt door het vuur gaan voor die trainer, dat helpt ook, snap je? Dat is heel belangrijk. En uw attitude zelf? Wat vond jij zelf? Nee, niet dat je een crazy attitude, maar je mentaliteit. Want je hebt ook voetballers die vandaag top zijn. Mm-hmm. Mijn mentaliteit, kijk. Nee, kijk, ik ben eigenlijk gegroeid in mijn mentaliteit. Ik werkte altijd hard. Ik was altijd. Ik trainde ook altijd hard. Maar ik kon niet accepteren als een trainer iets tegen mij zei. Ik kon dat niet accepteren. Ik weet niet waarom, maar ik kon dat niet accepteren. En ik was ook heel wild. Ook wedstrijden dat ik gewoon zo domme rode kaarten pakte. Gewoon omdat ik. Blackout, jij weet gewoon zwart, jij bent boos. Ik weet niet of één wedstrijd. Ik denk dat we Dordrecht of Cambuur. Nee, Cambuur. Je komt ineens binnen. Wow. En ik denk, jongen, ik zeg tegen jongen, zeg, ja, maar hé, wat is dat? Dat is zo'n voetbal. Ik zeg, jongen, maar allez, kijk eens terug. Hij moet zich kalmeren. Maar zoals ik ben blij dat jij dat zegt. Want inderdaad, jij bent een jonge gast. Hè. Ja. Wow, 21, temperament. 22. Jij, vandaar de Marvin, nu gaat dat niet doen. Nee. Jij groeit erin. Snap je? Jij groeit erin. En daarom is dat ook gewoon een. Daarom zijn mensen zoals u. U zijn rolmodel, u kunnen rolmodel, u zijn rolmodel voor die jongeren van vandaag. Mm-hmm. Maakt niet uit waar je hebt gespeeld, maar sommige mensen dromen zelfs dat ze Cambuur hebben kunnen zien, Dordrecht hebben kunnen zien. Sommige jongens die misschien beter dan u waren, die gewoon die kans niet hebben gekregen. Nee, dat is waar. Dus jij zet de motivatie voor de op- en komende gasten, die vandaag de dag. En dat vind ik jammer aan jullie voetballers hier in België. Wanneer ik zeg, jammer. Ik vind dat jullie niet teruggeven aan de community. Ik bedoel niet financieel. Nee, okay. Dat is niet mijn probleem. Ik heb geen geld van jullie. Allee, niemand heeft nog geld nodig hier. Mm-hmm. Van mensen. Ze hebben wel inspiratie nodig. Okay. En wat is dat inspiratie? Inspiratie is gewoon jullie zien bijvoorbeeld. Gesprekken hebben met jullie. Jullie zijn daar. En ik geef altijd een voorbeeld van Benzema. Een van mijn lievelingsspelers trouwens. En Benzema is naar Lyon gegaan destijds, misschien 3, 4 jaar geleden of zoiets. Mm-hmm. En hij was in de quartier gewoon toevallig. En hij zag een donkere jongen die aan het trappen was. Hij heeft gezegd, maar kom eens bro. Ik vind je nice, maar ik wil dat je zo'n liedje maakt met over mij of zo. Denk je, als je me niet vergist. Hè? Mm-hmm. Die gast heeft een liedje gemaakt en dat noemde Benzema. En die overal waar Benzema was, Ballon d'Or, die gast was er ook bij. Ja. Maar hij heeft die gast gewoon zomaar op straat gezien. Benzema kende die gast niet. Maar, en dat is wat ik bedoel met teruggeven, is gewoon van, jullie moeten jullie gezichten laten zien. Jullie komen van hier. Jullie zijn, bro, nummer 43. De coach heeft je dat niet zomaar gegeven, hè? Nummer 43. Ik heb dat zelf gekozen. Je hebt dat zelf gekozen. Dat is uw gebouw. Als je me niet vindt, halen wij 43. Ja. Allee, want jij weet van waar jij komt. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die op en komende Marvins die ook in die blokken zijn, die ook geen hoop hebben, maar die willen wel voetbal, die komen met Spitty Park. Maar die hebben geen hoop, want er is ook niemand die die hoop geeft. Hun ouders die werken kop en teen, die doen alles om voor hun te zorgen. Maar jullie zijn dat. Wie zijn die mensen? Jullie zijn die mensen die
Dan voor mij zijn jullie die mensen. Het feit dat jij hier zit, bro, jij zegt belangrijke mensen. Maar alle respect dat de mensen die hier zijn gekomen, die zijn inderdaad belangrijk. Maar voor mij ben jij belangrijker. Ik snap waar je komt. Ja, ik snap waar je Raja, van. Voor mij is Raja belangrijker, because... Omdat je daar was. Ik was daar. Ja. Philippe Clément, veel mensen weten niet meer Philippe Clément. Ja, Stelke sport gespeeld. Voor mij is hij belangrijk, because dat is onze environment. En wij hebben niet veel profvoetballers, hè, trouwens, op Linkeroever, die het hebben gehaald. Nee, wij hebben veel voetballers. Ja, we hebben veel voetballers. Maar we hebben niet veel voetballers die het gehaald hebben. Je kunt die misschien op één hand tellen. Dat is het. Jij, voor nu dat ik weet, hè, jij, Raja en Philippe Clément. Met Philippe Clément, ik denk dat hij maar niet over was, maar hij speelde wel. Ja, ja. Dat zijn de enige drie dat ik kan zeggen, die hebben, dat ik weet, ze hebben een ding getekend. Uh-huh. Bro, kom maar hier, die jongens niet, ja. En ik ga niet zeggen ja, ik ga zeggen u. Kom hier. Die zijn, ja, ondertussen is het geen bloementuin, maar dat klopt. Maar dan zijn jongen die bij City Pirates spelen, die willen dat zien, die kennen u, maar die krijgen nooit die kans om met u te spreken. En dat telt voor ook de grotere voetballers, hè. De Lukaku's, die doen Alex, nogmaals, ik woon niet met Lukaku, dus ik weet ook niet wat hij doet, maar ik weet gewoon, de cultuur hier met voetballers is niet hetzelfde als de andere landen. Echt niet, en ik heb nogmaals, ik praat niet over de voetballers moeten financieren, bro, jullie hebben hard gewerkt voor uw shit, jullie moeten geen geld delen, what the fuck, like, dat is jullie ding, jullie hebben een familie. Maar die adviserende rol vind ik wel dat jullie op jullie moeten nemen. Want anders gaan ze op. Ze gaan opkijken naar criminelen. Ze gaan opkijken naar, waarom de criminelen zijn daar? Die komen op dikke bakken. Ja, maar als je als voetballer, je kunt niet. Altijd. Komen. Altijd. Dat weet snap je? Maar één keer is. Bro, stel voor dat ze beseften dat elke 25 december van het jaar komt Marvin Peers van de Linkeroever om ons te zien shotten, toernooi bijvoorbeeld. Mm-hmm. In Brussel hebben ze gezegd, elke 17 december komt Lukaku weer, annual year. Mm-hmm. Dat is één keer per jaar. Maar er is wel... Maar voetballers staan er wel voor open, hè? Ze staan daar open, maar, staan er open voor. Hoe bereik jij die voetballers? Want inderdaad, sommige voetballers willen dat gewoon doen, maar ze weten ook niet bij wie ze moeten terecht moeten. Voilà, dat bedoel ik. Snap je? Maar jij bent wel bereikbaar. Ja, jij, ik weet dat ik je stuur ga antwoorden. Ik ben sowieso bereikbaar. Jij bent sowieso bereikbaar. Maar daarom, jij kunt gewoon hier terechtkomen met ternootjes, bro. Wanneer jij dat jullie tijd hebt. Ja, ja, ja. Gewoon je gezicht laten zien van, yo, ik ben een rolmodel, ik heb het ook zoals jullie, ik was hier. Ik speelde hier. Bro, jij kent toen die veld nog beter was dan wat het nu is. Jij kent het allemaal. En daarom, ik vind dat jullie die rol op jullie moeten nemen. Want jullie zijn een, ja, jullie zijn motiverende, ja. Jullie zijn hoe zeg je, wandelende motivatie. Dat is wat jullie zijn. Jij verwoordt het heel goed, maar zo voel ik me eigenlijk ook niet, snap je? Maar dat is het ding. Snap je? Jij bent niet wakker geworden en zegt dat je een rolmodel wordt. Nee. Ik weet het. Nee. Maar jij wordt wakker en er zijn mensen die zeggen, ja, hij is een rolmodel. En dat is iets dat jij niet kunt controleren. Nee, dat is waar. Dat is waar. En ook daarom zeg ik ook, als voetbal moet jij weten hoe jij beweegt. Want er is iemand die naar u kijkt en zegt, ja, ik wil zoals hem worden. En zodra jij bijvoorbeeld wordt gepakt in de domste dingen, zeg je zoiets van, oh shit, mijn rolmodel. Maar dat is iets gewoon dat ik... Gewoon maar mensen. Ja. En dat is dat die ook heel veel vergeten. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja? Dat geef ik u gelijk. We hebben ook onze emoties. Dat is waar. We hebben ook onze problemen. Dat is een feit. We hebben ook alles, feit. Snap je? Dat is een feit. Dus... Dat is een feit. Maar dat geef ik, dat is ook waar. Dat is ook een feit. Dus natuurlijk. Ook al heb je alle geld van de wereld, heb je nog steeds. Ja. Dat is waar. Maar hey, zie, besef dat we bijna klaar zijn. Nee. Dat is snel gegaan, hè. Natuurlijk. Griekenland. Twee jaar? Nee, drie jaar. Drie jaar. Oké, okay, drie jaar. Nice. Drie jaar. Het mooiste stadion dat jij hebt gespeeld in Griekenland? Mooiste misschien de nieuwe stadion van AEK. AEK Athene. Ja. Die hebben een nieuw stadion. Okay. Is niet normaal. Zijn veel Atheense ploegen? Ja, ik denk dat jij er vijf of zo hebt in Athene. Is misschien meer. Waarom in de sterkste ploeg dat je tegen hebt gespeeld in Griekenland? Mijn eerste twee jaar was dat Olympiakos. En het laatste jaar was AEK, want die is dan ook kampioen geworden. Maar die waren echt goed. Oké. Griekenland is wel, nogmaals, ik vind sommige Griekse ploegen wel entertainment. Wie speelde het? Marcel heeft Olympiakos gespeeld? Ja, hij heeft niet veel gespeeld. Nee. Dingen was dat ook? James? James Rodriguez, hij is ook, die hebben zijn contract ontbonden. Ja. Ah, maar alleen is dat een goede speler. Valbuena is daar ook geweest? Ja, hij speelt daar nog altijd. Hij speelt bij Olympiakos? Ja, nog altijd. Oh, fucking snitch. Ja. Valbuena is een snitch, rat. Ja. Get out of here. Dat is niet de gast. Ja, dat is niet de gast. Nee, listen. Nee, maar
nog iets. Dat is een grap dat ik heb gemaakt, maar laten zijn, dat is, ik ken de feiten niet zo goed, maar ik heb wel gehoord dat blijkbaar hij werd afgeperst om bepaalde dingen te betalen om zijn tape terug te krijgen. Ja, dat vind ik helemaal niet cool. Dat was echt, dat was onvolwassen van mij om dat te zeggen. But in the day, is what it is. Groningen. Yes. Huh. Arjen Robben zijn ploeg. Yes. Maar hij is retired. Suarez heeft daar ook gespeeld. Louis Suarez heeft er, Van Dijk heeft daar ook gespeeld. Ja. En je bent daar geraakt. Ja. Ze hebben natuurlijk nog niet gespeeld. Het seizoen moet nog beginnen. Ja, oefenwedstrijden. Ja, maar ik bedoel, seizoen moet nog beginnen. Seizoen, ja, je moet nog beginnen. Dus ja. Moet nog beginnen. Is Groningen je laatste ploeg, denk je? Dat weet je nooit in voetbal, maar ik heb 3 jaar getekend. Ik ben 32, kort vijf. En dat mijn contract, zeg maar, is 35. Maar ik denk, als mijn lichaam nog aan kan, wil ik minstens 37, 38. Dan is het wel genoeg geweest, denk ik. En afsluiten in België? Is dat geen optie? Dat hangt er vanaf of een club jou wilt, hè, snap je? Dat heb je ook niet in de hand, snap je? Maar jij zelf? Zou ik willen afsluiten in België? Ja, waarom niet? Want jij hebt nooit in de eerste klas in België gespeeld. Nee, nooit. Dat vind ik wel ook soms raar. Nee. Je bent zoals Eden Hazard. Ik heb nooit in België gespeeld. Nee. Dat is zot. Het eerste wat ik kan zeggen over Groningen, het seizoen is nog niet begonnen. Twee dingen dat ik wil zeggen over Groningen. Het seizoen is nog niet begonnen natuurlijk. Mm-hmm. Dat ik het u alvast veel succes wens. Thanks. Ik ben nooit naar een wedstrijd geweest van u. Maar ik ga er alles aan doen om naar Groningen te komen. Nee, je hebt ook wedstrijden in de buurt, hè? Je hebt Dordrecht, je hebt Eindhoven, Maastricht, nee, Maastricht is wat niet? Ja, Maastricht heb je ook. Je hebt Roda, dat is ook die kent dat. Nee, Roda is ook Limburg. Ah, je hebt NAC Breda. Je hebt Den Haag. Dus je hebt wel. Je hebt veel in de buurt, snap je? Dat is gewoon, ik wil gewoon die gesprekken voeren van. Dus wanneer jij wilt, laat mij weten. Ik wil. Regelen. Perfect, ik ga dat zeker doen. Ik ga mezelf met de gang komen, met mijn zoontjes en al. En om af te ronden, dat is een vraag die ik gewoon eigenlijk van begin kon vragen, maar ik dacht, ik kan gewoon als laatste vragen. Je hebt beide nationaliteiten. Ja. Altijd gehad. Ja. Nee, ik heb geen Ghanese paspoort. Niet meer, of? Nee, ik heb dat nooit gehad. Nooit? Nee, maar er was wel een tijdje toen ik 18 was ik gaan praten met de voorzitter van de Ghanese Bond. En toen was er sprake om dat te doen, maar uiteindelijk is er niks uitgekomen. Niks uitgekomen? Nee. Maar jij was eigenlijk wel van plan om voor Ghana te spelen? Ja, zeker. Zeker. Dat is wel chill. Ja, man. En wat zei je? Sterk, respect, je moet hem respecteren. Wat zou jij vandaag de dag aan de jongeren aanraden die bijvoorbeeld in diezelfde situatie zitten met dubbele nationaliteiten? Bijvoorbeeld in België en in een bepaalde Afrikaanse land. Je weet ook niet, als iemand is opgegroeid, zeg maar, in een bepaalde cultuur, gaat jij misschien ook mee naar die cultuur gaan en mee naar jouw roots, snap je? Maar ik kan niet bepalen voor iemand, snap je? Dat is zijn eigen keuze, zijn eigen gevoel dat je hebt. Je moet ook een beetje kijken naar jouw carrière. Gaat dat jouw carrière helpen of niet? Dat is ook heel belangrijk. Alleen vind ik persoonlijk, hè? Misschien andere mensen met andere mening. Maar als je Afrika Cup ziet en zo, dat is toch mooi. Als je dat kunt spelen, dat is toch mooi. Ja. Snap je? Maar ja, wat is de keuze? Is de keuze tussen een groot land in Europa of een groot land in Afrika? Snap je? Welke keuze gaat jij nemen? Dat is een heel lastige keuze. Plus, je hebt nog, als speler, je hebt nog invloed van je ouders. Nee, je moet voor deze spelen. En dan heb je carrière, denk je van nee, ik moet eigenlijk deze kiezen. Dus dat is heel lastig, snap je? Eigenlijk wel. Het zou gemakkelijk zijn als je voor Congo-Brazzaville moest kiezen in België. Oh, dan kies ik wel voor België. Ja, maar gaat jij spelen? Dat is ook de vraag. Als ik in Congo-Brazzaville speel, gaan ze mij zien spelen. Ja, Afrika Cup? Als je die raken daar zelf nooit. Ja, kijk, ik ben niet positief. Kijk, ik ben niet positief. Congo, iets aan dat die geraken daar. Kijk naar Marokko. Nee, die hebben ook stappen gezet na alle jaren. Marokko, allee. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Maar Marokko, allee, zijn bepaalde landen zoals in Afrika. Maar weet je, het probleem is ook met sommige
Afrikaanse bonden, die moeten meer trekken aan die... Snap je? Oh, zeg maar. Snap je? Mensen die in Europa spelen, die wel hun nationaliteit, die moeten daar meer aan trekken. Dan gaan die misschien ook meer naar daartoe gaan. Snap je? En die zoeken altijd de toppers. Nee, maar je hebt ook een paar mensen die willen echt spelen. Die gaan echt spelen met al hun hart, snap je? Gaan die spelen. Zulke mensen heb je ook nodig. Inderdaad. Dat is waar. Yo, my guy, Mr. MVP. You know, most valuable player. You know, Marvel, Pierce, man. Ja, man, ik ben blij met je te zien, bro. Eerlijk gezegd, ik ben blij met je te zien. Bro, je bent een jeugdvriend. Je bent mijn jeugdvriend. Je bent mijn broeder. Say brothers, they know we don't talk sometimes. We argue sometimes. We maken ruzies, etc. Ik ben blij dat je hier zit tegenover mij. En ik wens je alle succes van de effing world. Ik was geen wereld. maar ik wens je echt alle succes, bro. Je hebt getekend 3 jaar. Laat dat een geweldige 3 jaar zijn. Shout-out naar uw moms, shout-out naar de Mr. Josh. Die gast. Uw opa, die u heeft ondersteund tijdens uw parcours. En bro, ik kijk er naar uit om u te komen zien spelen. Thanks, man. Ik ga dat zeker doen. Talk to mother, even Charlie. Abonneer. Eén keer apprecieer jullie allemaal. Shout-out naar MVP, shout-out naar Burr in the background. Gang. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? I tell them we that.